ben vandaag bij de open dag van de dierenambulance. Ik heb hem officieel het nieuwe pand geopend. Wij zijn als SPL van de Rijn al een jaar bezig geweest met zeg maar het nieuwe pand regelen. En ik ben hier samen met Erwin. Hi. En Jeanette. Hi. En nou, ik denk dat we heel trots kunnen zijn op het resultaat. Want het nieuwe pand, jongens, echt prachtig gewoon. En nou, Erwin en Jeanette, hoe was het voor jullie om dit te doen? Nou, het was enorm leuk en enerverend om dit te kunnen doen. Zeker met het resultaat wat we behaald hebben. We hebben er met z'n allen hard voor geknokt. En ik moet ook echt zeggen dat ik super trots ben op alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. En ook jullie medewerkers die hier keihard geholpen hebben. Ja, nou, we hebben ook geholpen met klussen inderdaad. Behangen. Dat was nog een ding. Ja, dat was een dingetje. Ja, dat moest terug echt op het regeltje. Ja. Maar we hebben het met z'n allen wel mooi voor elkaar gekregen. Ja, want hoe begonnen we eigenlijk, Jeanette? We begonnen eerste kennismaking was in de Lupine in een heel krap kamertje op elkaar gepropt. Zwanen op de wc. En er was heel veel mishandeling van dieren, als een piek. En we wilden eigenlijk weten wat er aan de hand was, maar toen bleek dat er nog veel meer mis klopt. Was. Zo zijn we inderdaad in gesprek geraakt. Jullie raakten vooral getriggerd door het pand, hoe we erbij zaten. Ja, en ik moet ook zeggen, er was ook een hele kleine kitten, een grijze kitten. Die was heel mager en ik dacht, nou ja jongens, hoe het hier allemaal bij ligt en wat jullie allemaal voor die beesten moeten doen, dat kan zo niet. Nee. En ik moet zeggen jongens, dit was echt een hele mooie samenwerking. En Jeanette is nu een kameraad, jongens. Dus dat vind ik echt heel mooi. Ik doe zo mijn ambulancepet af en dan zet ik mijn SP-pet weer op. Nou, als je meer van ons wil weten wat wij voor de dierenambulance hebben gedaan, dan kun je een comment below laten, like en subscribe. En we zien je snel.